Een granny pixeldeken wordt gehaakt aan de hand van een hokjespatroon. En dit is zo'n voorbeeld van een hokjespatroon. Ieder hokje is één granny square. Dit soort patronen kun je vinden op internet of in boekjes waar je kruistekenpatronen in vindt. Of boekjes voor pixelhobby of voor strijkkralenpatronen. Al dat soort patroontjes zijn hiervoor te gebruiken. Je kunt op ruitjespapier natuurlijk ook helemaal zelf je eigen patroon ontwerpen. Als voorbeeld voor dit filmpje heb ik dit simpele patroontje getekend. De meeste mensen zullen hem wel herkennen. Dit is het spookje uit de Pac-Man spelletjes. Een simpel patroontje en ik gebruik dus maar 3 kleuren voor dit voorbeeld. Maar het is alleen maar even om te kunnen laten zien hoe deze techniek werkt en hoe je dan zo'n patroon gebruikt. De maat bepalen van een granny pixel deken werkt heel simpel. Je kunt het op 2 verschillende manieren doen. Of je kiest eerst het patroontje, kijkt hoeveel hokjes zitten er in dat patroontje en hoe groot wil ik dat mijn haakwerk wordt. En dan kun je door een simpel deelsommetje te maken berekenen hoeveel centimeter ieder hokje, dus iedere granny square, moet worden. Of je kiest eerst het materiaal en de haaknaald. Dan haak je 1 granny square, die meet je op. En dan ga je nadenken hoe breed wil ik dat mijn werk wordt. En dan kun je kijken naar, of kun je heel makkelijk uitrekenen, hoeveel granny squares je dus naast elkaar moet haken. En dan kun je aan de hand van die gegevens een patroon gaan kiezen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website of klik op de link in beeld. Start bij het eerste vierkantje aan de linkerkant, links onderin. In mijn geval is dat een wit vierkantje. Ik heb de eerste granny square al gehaakt. En ik heb ervoor gekozen om maar 2 toeren te maken. Maar je kunt die grannies dus zo groot maken als je wil. Nu kan ik opmeten hoe groot deze granny is. Hij is 5,5 centimeter. Ik heb in mijn patroon 7 hokjes, dus er komen 7 grannies naast elkaar. Dat is dus 7 keer 5,5 centimeter, dat is 38,5 centimeter. Als ik er dan nog een randje omheen maak, dan wordt het waarschijnlijk 40 centimeter. Dus een heel leuk maatje voor een kussenhoes. De eerste granny die je maakt is dus die van helemaal links onderin, in mijn geval wit. En daarna ga je het eerste hokje aan de rechterkant, dus de eerste volgende granny, eraan vast haken. Dat er direct eraan vast haken doe je in de laatste toer van de granny. En nu bestaan mijn grannies in dit geval maar uit 2 toeren. Dus ik maak de eerste toer helemaal af. En tijdens de tweede toer haak ik hem hier aan vast. Het eerste groepje van 3 stokjes heb ik nu gemaakt. En nu ga ik de eerste hoekruimte maken. Dat zijn normaal gesproken 3 lossen. Maar in dit geval, omdat we hem eraan vast gaan maken, maak ik 1 losse. En dan haak ik hem er met een halve vaste aan vast. Dus ik leg ze met de rug tegen elkaar. Draad aan de achterkant. Steek ik door die hoekruimte. Omslaan, doorhalen, doorhalen. Dan nog 1 losse, want die hoek bestaat uit 3 steken. Dus een losse, een halve vaste en weer een losse. En nu ga ik weer verder met haken alleen op deze granny. Dus het volgende groepje van 3 stokjes maken. 1. 2. 3. En nu ga ik door naar de volgende ruimte en daar zit normaal gesproken 1 losse tussen. Maar in plaats van dat we 1 losse gaan maken, maken we een halve vaste in de volgende ruimte van die achterste. Dus ik steek door die achterste granny heen, doorhalen, doorhalen en dan door het volgende groepje op deze voorste granny. Die 3 stokjes.
En dan nu die laatste hoekruimte maken. Eén losse. Insteken door de opening van de hoek. Halve vaste. Weer een losse. En dan weer drie stokjes in die hoek. En nu kun je de toer gewoon afmaken zoals gewoonlijk. Eén losse. Drie stokjes, drie losse, drie stokjes, één losse, door naar de volgende hoek. Drie stokjes, drie losse, drie stokjes, één losse en de toer sluiten met een halve vaste. En op deze manier zitten dan die twee vierkantjes aan elkaar vast. Dus er zit één aanhechting in de hoek, één aanhechting in het midden tussen die twee groepjes en hier weer één op de hoek. En dan deze helemaal afhechten, draadjes aan de achterkant gelijk wegwerken en dan de volgende granny eraan vast. En op dezezelfde manier ga ik dus 7 hokjes wit naast elkaar maken. Ik heb de eerste 2 granny's dus aan elkaar en nu ga ik de derde eraan vastmaken. Ik ga het gewoon nog een keer langzaam laten zien. In die laatste toer maak ik het eerste groepje van 3 stokjes, dan 1 losse. Dan pak ik dus deze erbij. Ik leg ze met de ruggen tegen elkaar. En de werkdraad aan de achterkant. Dan insteken door die hoekruimte. Omslaan. Doorhalen. Doorhalen. En dan nog 1 losse. En nu gaan we terug naar de granny die nog niet af is. Het volgende groepje maken. En nu in de volgende tussenruimte weer een halve vaste. Doorhalen, doorhalen. En door weer naar de voorkant het volgende groepje maken. En dan krijgen we hier weer een aanhechting in de hoek. 1 losse, een halve vaste, 1 losse en dan de hoek hier afmaken. Groepje van 3 stokjes. En dan zitten ze dus aan elkaar vast en dan kun je die laatste toer gewoon afmaken. Deze techniek werkt dus altijd hetzelfde. Ook als je dus meerdere toeren doet en dus meer
tussenruimtes hebt. Gewoon in iedere tussenruimte hecht je ze aan elkaar vast en in iedere hoekruimte. De eerste rij van granny squares is klaar, dus dat is dan de onderste rij, 1 tot en met 7. En nu ga ik beginnen aan de tweede rij en dan begin ik ook weer links. Dus hier het eerstvolgende vierkantje bovenop en dat is dus weer een witte. En dat gaat gewoon op dezelfde manier. Ik draai het even in zijn geheel om. Ik ben weer op hetzelfde punt waar ik deze ook aan elkaar heb gehecht, dus bij de eerste hoek. 1 losse. En dan door de eerste hoek insteken, halve vaste, 1 losse. Zo zit de eerste hoek vast, in het midden een halve vaste. Het eerste groepje van 3 stokjes in die hoekruimte en nu ga ik die tweede hoek vastmaken. En dat doe ik door deze ruimte, dus de hoek van dit vierkantje en door de hoek van dit vierkantje. Achterkant naar je toe. De werkdraad aan de achterkant houden. Insteken. Omslaan, doorhalen, doorhalen. En in de volgende ruimte ook een halve vaste. Nu hebben we dan 2 steken gemaakt, maar die hoek maak je altijd met 3 steken, dus nu nog weer 1 losse en dan dit vierkantje verder afmaken. Dus 3 stokjes in die hoekruimte. Een losse. En dan verder gaan aan deze kant. En op die manier zit dan dit vierkantje weer netjes eraan vast. Die maak ik dus op deze manier verder af. En dan is de volgende de eerste blauwe. Het volgende vierkantje is de eerste blauwe en die komt in deze hoek. Dus die ga ik aan 2 kanten vasthaken. Een losse, dan bij die eerste hoek aanhechten, een halve vaste en weer een losse. Tot zover gaat het allemaal op dezelfde manier als dat we al die tijd al deden. Dus het eerstvolgende groepje afmaken. Dan weer een aanhechting hier in het midden. Volgende groepje. En dan komen we bij een hoek aan. En nu moet ik dus gaan aanhechten op 3 plaatsen. Dat kan ik op verschillende manieren doen. Normaal gesproken zou je dus de werkdraad aan de achterkant houden en gewoon weer die halve vaste maken. Maar wat ik mooier vind, is het werk met de mooie kant naar boven neerleggen. Dan de draad aan de kant van dit vierkantje houden. Dan van boven naar beneden door die opening insteken en dan een halve vaste maken, dus omslaan, doorhalen, doorhalen. In de volgende opening ook, dus de hoek van dit vierkantje, van boven naar beneden insteken,
omslaan, doorhalen, doorhalen en bij de volgende door de hoek. En dat vind ik dan net iets mooier eruit zien. Maar het is een kwestie van uitproberen. Het is maar net wat je zelf mooi vindt. En dan gewoon het volgende groepje weer maken. In het midden van dit vierkantje. Weer gewoon met het werkdraad aan de achterkant. Halve vaste. De volgende hoek. En nu ga ik weer aanhechten in twee hoeken. En dat doe ik weer gewoon met de werkdraad aan de achterkant. Halve vaste. Halve vaste. Eén losse. En dan het vierkantje afmaken. Granny Square gewoon afmaken zoals gewoonlijk. En dan zie je dat hij heel keurig diezelfde punten allemaal weer aangehecht is. En op deze manier doe je steeds het volgende vierkantje. En als de rij klaar is bij rij 3, het eerste vierkantje hier weer bovenop. En zo ga je door. Er zijn drie manieren om die aanhechtingen te doen en ik wil ze alle drie nog even achter elkaar laten zien. De manier die ik dus het meeste gebruik, manier 1, is met de werkdraad aan de achterkant en dan de achterkanten van de vierkantjes tegen elkaar. Werkdraad aan de achterkant houden en dan een halve vaste maken. Dat is de manier die ik het meest gebruik. De tweede manier is de manier die ik gebruik als ik dus een hoek met drie aanhechtingspunten ga maken. Dus de bovenkant van het werk, of de mooie kant van het werk naar boven. De werkdraad aan de kant van het vierkantje waar je mee bezig bent. En dan van boven naar beneden insteken door de opening. En dan een halve vaste maken. Dat ziet er dus net even anders uit. En de derde mogelijkheid, die heb ik nog niet laten zien, is een losse. Haaknaald eruit. Haaknaald door de opening steken van boven naar beneden. En de lus doorhalen. En dan nog een losse. En zo gaat je ketting van lossen als het ware door die opening heen. Als ik datzelfde nog een keer zou moeten doen hier met die middelste aanhechting, doe ik dus één losse, haaknaald eruit. Van boven naar beneden insteken door de opening en de lus er doorheen halen en dan gewoon doorhaken. Nu geen steek meer maken, want we hebben al een losse gemaakt, dus nu gewoon het eerstvolgende stokje maken.
Bij die laatste mogelijkheid kun je dus zien dat het er echt heel anders uitziet. Dit is dus een aanhechting met een halve vaste, met de draad aan de achterkant. Dit zijn aanhechtingen, halve vaste met de draad aan de voorkant. En dit is dus de aanhechting met de losse, die je gewoon door de opening heen haalt. En dan zie je dat hij er echt als het ware omheen ligt.